Heb je tussen je tanden? Zo'n velletje van een appel in mijn leven is een graf, ja. Dat is moeilijk. Als ik dagelijkse taken uitvoer, dan ga ik bijna dood. Oh, dat klinkt wel als jij inderdaad. En ik krijg dat ding niet tussen mijn tanden. Godverdomme. Sam, wat gaan we spelen? Banjo-Kazooie. Oh shit. En oh, als shit. Eerst. Ik onderbreek je niet. Oh shit. Oh, dat was het. Oké. Okay. Wat ik wilde zeggen is, als je dit niet kent, dan kan dat waarschijnlijk, want het is ouder dan dat wij zijn. Dus, is dat zo? Nee, maar het is wel oud. Wanneer kwam deze game uit? Wacht, de cartridge ligt hier ergens. Maar vroeger. Je hebt nog een Nintendo 64. Ja, old school. Ik ga gewoon verder met mijn appel eten. Boeit me niks. Oké. We gaan nu gewoon use control stick to select the game. We gaan gewoon deze beginnen. Bam! Zeg maar, ik heb het al even eerder gespeeld bij jou thuis. En het was geniaal om te zien, want deze man kan niks. Ik kan nog minder dan niks. Oké, maar Banjo-Kazooie dus. Voor de mensen die het niet kennen. Een hele oude game. Mega goede game. Vraag maar aan iedereen van boven de 20. Ik ben net 20 geworden, dus... jij mag ook gevraagd worden. Ik kan confirm, echt super goede game. Echt de shit gewoon. Mega tof. Het verhaal gaat als volgt. Leg jij even het verhaal uit. Je hebt zeg maar deze heks, hè? Ja. Die praat altijd in rijm. Waarom? Dat weet niemand. Maar niemand weet waarom ze in rijm praat. Ze vindt zichzelf heel erg knap. Oh, mensen, ze zit in de neus. Oké. Oh. Niet oh, ik wil zeggen, ze deed haar mond open. Ik dacht van, oh shit. Oh, maar, nee. In ieder geval, ze vindt zichzelf niet mooi genoeg. En er is iemand anders en die is mooier. Kan ik me iets bij voorstellen? En dat is een heel klein meisje en die gaat ze dan vangen. En dan gaat ze de mooiheid stelen. En dat krijgen we dus nu allemaal te zien. Ja, en dat heb ik nu al verklapt, dus... eigenlijk hebben we het allemaal al verklapt, zeg maar. Oké. Okay. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar dit is dus, zeg maar, dat meisje is niet echt een meisje, het is eigenlijk een beer. Ja, want beren zijn mooi. met mooie lokken en mooie haren en zo. Als het nou een leeuw was geweest, oké. Okay. Majestic. Nee, ja, inderdaad, precies. Majestic as fuck. Oké, maar zij is nu dus fucking boos, ze wil die Tootie, die muts van de beer, heet zo. Swiggity Swoody, I'm coming for the Tootie. Yeah, Swiggity Swoody, I'm going for the Tootie. Oké, dit is dus Tootie. Kijk, ze rent dus door pixels. Ik weet dus niet trouwens of dat wij nou... Wij zijn een grote broer, toch? Ja. Dat heb ik eigenlijk nooit echt legit... Ja, nee. Dus, en daar heb je Molman. Oh ja, hij is lichtelijk... Blind. En achtergesteld, laat ik het zo zeggen. Oh ja? Jawel, toch? Kijk hoe dik die glazen zijn, though. Hij heeft minimaal plus 20. Plus 20. Ik weet niet hoe dat werkt, zou die ergens in de game ook zeg maar, zijn bril afdoen? En dan dat hij twee van die kleine kraaltjes heeft? Ik ben even serieus, ik denk wel dat hij dat echt gaat doen. Oké. Okay. Dit zijn dus Banjo en Kazooie. Dit zijn de vogel en de beer. Kazooie is de vogel en Banjo is de beer. En ik hoorde dus van jou laatst dat er ook een reden was waarom die Banjo en Kazooie heten. Voor de mensen die het niet weten, Banjo is zeg maar een soort halve quirky, rare gitaar. Zeg maar, dat spelen alleen maar country dudes. En rednecks. dat soort mensen, die spelen dus Banjo en die zijn vrij... Woo! En dan heb je Kazooie. En Kazooie is zeg maar, die heb je wel eens zo'n kazoo. Als je dan in de kring zat vroeger, als klein kind, en er was iemand jarig, dan kwam er toch altijd zo'n doos... En daar zat zeg maar zo'n klein toetertje in en die klonk dan... dat. Maar even serieus, dat is echt zo. Ik heb nog nooit iemand legit met een kazoo gezien. Ze kwamen altijd gewoon maar voorbij. En daar ja, ze waren er dan weer. Zomaar ineens. Zeg maar, er is ook volgens mij geen fabriek voor die dingen, maar gewoon... Die waren er gewoon. Net als die... Ze manifesteren zich ergens. Net als die... Die snoepjes. Fuck. Die... Koetjesrepen? Nee, van die fruitsnoepjes, van die fruitzuurtjes. Oh, ja. Die kon je nergens kopen, maar ze waren er altijd. Ze waren er gewoon ineens. Oh, dan had je ineens weer zo'n doosje in huis. Maar dat heb ik ook, zeg maar... Want ik moest net denken aan koetjesrepen. En dat is zo van... Koetjesrepen, die zijn alleen maar in huizen waar mensen boven de 60 wonen. Ja. Anders kunnen we... Oh, shit, we kunnen lopen. Oh, sick. Oh man, kijk hoe smooth ik kan draaien nu zonder Nintendo 64 controller. Ja, wij hebben dit dus geprobeerd met de originele gear waarmee je dit speelt. Ik weet niet of jullie weten hoe een Nintendo 64 controller eruit ziet. Wacht, doe gewoon voor de grap even een plaatje van zo'n controller. Oké, even controle. Pop. Dit?
Dit is zeg maar Nintendo 64 controller. Ja, maar we zaten en hij heeft dus zeg maar drie... Zeg maar, het doet alsof je maar drie handen hebt. Ja, zeg maar, we zaten te discussiëren. Waar is het derde handvat voor? Moet je daar je mond omheen doen? Of... Ja. Dat... Nee. Dat is zeg maar... Ja, nee, dat vroeg ik me dus ook af. Maar dat is dus super... Je speelt zeg maar... Dit spel, dat ding dat zit... wat is het? Die... Hoe heet dat ding? Triggered? Trigger. Zo'n trigger. Hoe heet dat? Nee, dat is geen trigger. De Z-knop. Nee, ik bedoel dat... Je joystick. Ja, je joystick. Hoppatee, dat die zit in het midden. Ja, dat bestaat al best wel lang. Maar die zat dus in het midden. En dan moest je dus met je rechterhand had je de rechterkant vast. En met je linkerhand had je de middelste stick vast. Dus de linkerkant gebruikte je gewoon niet. Ja, maar dat was zeg maar de Maar je handen zaten ook vet... Je handen zaten ook vet ongemakkelijk. Dat is wel echt waar. Maar het is ook gewoon een hele ongemakkelijke console gewoon, überhaupt. Kijk er maar naar gewoon. Oké, we gaan gewoon... Fuck it. You bet we're good enough, Bottle Brain. Oh ja, side note. De vogel is echt een bitch. Maar gewoon over het algemeen. Maar daarom heet hij ook Kazooie. Oh ja, we hadden het verhaal helemaal niet afgemaakt. Nee, hij had ook Kazooie omdat hij zeg maar... Hij is zo irritant als dat een kazoo is, zeg maar. En ja. Die beer die is zeg maar net zo... Hoe doe ik dit? Jood, dat zo'n banjo is. En dat is zeg maar... Oké, wacht. Net als dat je op school bent. Oké, wacht. Ik zit nu een beetje te proberen... Welke knop moet ik nu gebruiken om... Heb je het weer verneukt? Nee, maar wat is er? Wat probeer je? Nee, ik probeer nu zeg maar... Kazooie te worden. Oh, dat je kan rennen. Oh, nee, tuurlijk niet! Inderdaad! Oh, dude. Nee, ik dacht... Spoilers, man. Nu weet je zo de power-ups. Damn. Ja, never mind. Oké, Pof. Maak je hem al dood. Oh, mag ik gewoon, zeg maar, omdat Tutorial Island meestal moker boring is. Ja, Mag ik het verhaal vertellen van het deel wat nu gemaakt gaat worden? Nu, zeg maar, over een jaar is hij er. Hoe deed je dit ook weer? Hoe ga ik nu naar voren? Met B. Pof! Bam, vogelbek. Ik zweer, hij zit altijd in deze. Waar zit... Oh, nee, maar het gaat om de laatste. Ja, maar het is altijd de laatste, zeg maar. Ja, dat lijkt me wel. Anders dan kan je na eentje stoppen. Ja, precies. Maar hij zit dus altijd in de verschillende. Oké, leg uit. Wat houden deze dingen in? Je krijgt allemaal van die honinggraatjes. En dan heb je er 6. Dan krijg je een leven. Een leven. Maar je hebt ook gevulde honinggraatjes. En daar krijg je levens van. You catch my drift? Heb je het... Ja, oké. Dus dat is een soort slot, zeg maar. Ja, maar het was logischer als het andersom was. Bof! Hier, nog eentje. Oh, nog één. Kijk, nee, helemaal niet. Want deze zijn zeg maar geven je ruimte om een honingding in te doen. Damn, er wordt gewoon over nagedacht. Er is gewoon over nagedacht. Maar heb jij gehoord van ukulele? Ja. Ja, dat, zeg maar, nu in dit moment zitten mensen te werken aan een soort van spirituele opvolger van dit spel. En ik ben nog nooit zo hyped geweest. Ik had er geld aan kunnen geven, heb ik niet gedaan, want het is verkeerde tijden. Of... Het is echt goed. Google het. Nu niet weg. Niet nu wegklik. Fuck it. Zeg maar, je kan ook een nieuw tabblad openen. Dan praten we ondertussen wel door. Ja, maar je had zeg maar, je hebt dus van Banjo-Kazooie heb je zeg maar, twee games, toch? Nee, drie. Ja. Je hebt er drie. Nee, maar we praten niet meer. We praten niet meer over die andere. Zeg maar, drie is zeg maar dat de retarded nephew of the family. Zeg maar, die, daar gaan we niet meer mee. Nee. Ben ik geen fan van. Maar het was wel een leuk spel, dat daar niet van. Ja? Maar het was gewoon... Je hebt nooit gespeeld. Het was het gewoon net niet. Nooit zeg gespeeld, zeg maar. Ja, maar... als je dit spel speelt, je hebt meteen zoiets van... Wow, rondrennen en springen en... Beesten met ogen, voor een goede reden. Ja, het rare aan... hoe heet dat? Nuts and Bolts, want zo heet die game, zeg maar. Ja. Is ook dat ze zeg maar... wat was het nou? Ze zeggen in de game of zo, doen ze alsof zij, zeg maar, gamers willen andere dingen niet. Alsof zij, zeg maar, de beste game zijn. Oh, ja. Nee, maar ik vind sowieso, ze breken in dat spel echt super erg, zeg maar, de fourth wall. Zo van, zeg maar, wij zitten in een game en iedereen in dat spel weet dat ook, dat ze in het spel zitten. En dat haalt een beetje het hele... Ja, nee, maar ik bedoel meer zo van, als je dat doet, dat kan op zich, kan dat zo zijn, maar dat kan op zich, kan dat goed werken. Ja, dat is wel waar. Maar als je zeg maar dan vervolgens doet alsof jij het zeg maar allemaal beter weet en dat vervolgens dan opfokt.
dan val je nog harder. Val je nog harder. Dus ja. Het is zeg maar alsof je je ladder uitschuift voordat je eraf springt. Is dat een mooie metafoor? Heb ik ze allemaal? Heb jij gezien? Heb ik ze allemaal trouwens? Je kan op start drukken volgens mij, dan kan je dat even bekijken. Heb ik ze allemaal? Ja, want je begon er volgens mij maar met 5. Oké, dus dan zijn we klaar. Ja. Yeah. Dan kunnen we dus naar boven. We moeten beter opletten en minder lullen. Nee joh. Okay. Maar nu gaat het beginnen. Nu gaan we de grot in. Nu gaan we Gruntilda's grot in. Ben je hyped? Dude, we gaan Gruntilda's grot in. Oh. Coach ze wel geschoren heeft. Godverdamme. Man. Vochtige grot, ouwe. Fuck. Waarom gloeit het daar beneden? Ik snap het niet. Oh man, het is helemaal rood. Waarom zitten er tanden? Look out for me inside. Good luck.